flambant is. En dit is mijn doek ter nagedachtenis van de Elisabeth Kloet. De ramp uit 1421, nu 600 jaar geleden. Daarbij was het water nog de baas. Waren we daar nog geen meester van. Het is mijn favoriete plaat van het doek, zeg maar, waar het meeste gevoel in zit. Ja, dit stuk heb ik heel erg geprobeerd om mijn eigen stijl te behouden. En dan probeer ik hier eigenlijk alweer meer een beetje de moderne stijl door te laten drukken. Waardoor je eigenlijk een stickman maakt. Dus versimplificeert iets dermate dat het eigenlijk alleen strepen zijn, maar het is heel duidelijk een mens. En dan, dit was voor mij, dit vond ik wel echt heel tof. Want dit was de zoektocht naar dat duisteren, waar je hier dan ook die hond hebt, zeg maar. Het zijn van die kleine dingetjes, maar je kan er lang naar kijken. Nou, dat is een soort van overgegaan in een dijk. Dus je hebt de dijkenbouwer, de natuurlijke dijkenbouwer, je hebt de dijk. En met die dijken heb je dus zeg maar de Biesbos gerealiseerd zoals die nu is. En dan komen we verder hier van de legende van het kind en de kat in het mandje. In plaats van die in 1421 af te beelden, zit die nu hier sereen. Zitten ze te wachten. Dat was het element. En vanaf daar zie je eigenlijk hier waar je technologische vooruitgang hebt. Zowel in leven en de vergroening. En zo. En ik wou die twee heel erg in elkaar laten lopen. Want het verleden zit vast aan het heden. En het middenvlak is eigenlijk hoe we van het verleden naar het heden komen. Dus het was bedoeld om alles aan elkaar te knopen. Dus ook de rust en de chaos. En ik denk dat het best aardig is gelukt.